Verlichting is een belangrijk onderdeel van je huis, maar in de praktijk blijkt het vaak een ondergeschoven kindje. Inner Lighting begon zo'n 2 jaar geleden met het ontwikkelen van een heel nieuw lichtconcept. En vandaag ben ik op bezoek bij Rob Timmer, de CFO van dit bedrijf. Hey Rob. Hi Dennis. Hi. Hey, goed dat je er bent. Ja, leuk. Kom binnen. Wat houdt licht eigenlijk voor jou in? Dennis, het is eigenlijk heel simpel. Licht is sfeer. Licht bepaalt hoe jij je voelt in een bepaalde ruimte. Op het gebied van licht ben jij 2 jaar geleden een bedrijf gestart. Kun je daar wat over vertellen? Dat klopt. Met als doel om eigenlijk wat professionele lichtontwerpers doen voor hele chique mensen, om dat eigenlijk voor gewone consumenten bereikbaar te maken. Het lichtconcept dat wij hebben gemaakt bestaat eigenlijk uit 3 onderdelen. Om te beginnen hebben wij een Light Advisor gemaakt. Een online tool waarmee je als gewone consument door middel van het schetsen van je kamer van ons een lichtadvies krijgt. Het tweede deel zijn onze lampjes. We hebben verschillende op LED gebaseerde lampen gemaakt. En elk van die lampjes kun je individueel aansturen, zodat je ook werkelijk die verschillende sferen kan maken. Het derde onderdeel is wat we noemen de Light Controller, oftewel de afstandsbediening die je gewoon op je telefoon hebt door middel van een app. Die Light Advisor, die wil ik graag even zien. Nou, kom mee, dan laat ik hem zien. Oké, we zien hier op een website in de online omgeving jouw huiskamer getekend. Ja. Nou, als alle meubels staan zoals je ze ongeveer hebt, dan druk je op lichtplan. En dan zal onze Light Advisor geeft jou een indicatie van welke lampen je waar zou moeten installeren. Nou, die worden ingetekend in jouw woonruimte. Exact. En wat je dan direct kan zien, is dat je met een druk op de knop allemaal verschillende scenes kan krijgen. Dus je hebt eigenlijk niemand meer nodig? Nee, dat klopt. Deze online wizard geeft jou je persoonlijke lichtplan en je bent in 1 keer klaar. Dus we hebben net ons lichtplan samengesteld met die wizard en dan krijg je je bestelling binnen. En daar zitten dus al mijn componenten in? Ja, dan krijg je bijvoorbeeld deze mooie doos en daar zit dan dit in. Dit zijn de componenten op basis van het lichtplan? Exact. Om te beginnen de bridge, bijvoorbeeld ook deze spotjes en hier ook de track die je installeert op het plafond om de spotjes op te zetten. En die bridge, hoe weet hij dan welk lichtplan hij moet hanteren? Ja, als je inlogt met hetzelfde user-account als waarmee je het lichtplan hebt gemaakt, dan herkent hij je eigenlijk. Dan herkent hij je, ja. En komt het automatisch binnen. Nu is het tijd om het aan te sluiten. Precies, maar ik ben je voor geweest. Ik heb vorige week namelijk al een set als deze hier in huis geïnstalleerd. En waar heb je het opgehangen? Kijk, daar aan het plafond. Dus je gebruikt de app nu om alles te bedienen? Ja. Heel simpel. Kijk, hier heb ik een aantal moods. Dat zijn eigenlijk de scènes, de verschillende scènes. Precies. En met 1 druk op de knop kan ik ze dus veranderen. Kan ik ook mijn eigen scènes aanpassen? Ja, dat kan als volgt. Dan druk je gewoon op lichten. En dan krijg je alle individuele lichten op een rijtje. Kan je met de schuif kun je die hoog en laag zetten? Exact. En als je het dan hebt zoals je het hebben wilt, dan druk je op bewaren. En dan heb je een nieuwe scène gemaakt. Ik heb weer wat bijgeleerd en het is nu tijd voor mezelf om ermee aan de slag te gaan.